tijdelijke winkel die hoedjes, haarbandjes en strikjes verkoopt. Bakken vol strikjes. Oh, ik zoek wel een tijdje nieuwe zonneklep. Houd de zon uit je gezicht, maar je hoofd kan vrij aan. Ja, de vorige 8 waren zomaar opeens verdwenen. Nora, help je me mijn eerste strik te kopen? Ik wacht al je hele leven tot je dat zou zeggen. Jee, dat is mijn strikdebuut. Goed, ons kasteel kan wel wat ketchup gebruiken. Ik haal wel. Stace, kijk. Haar ketchuppompstijl is vlekkeloos. En haar strik zit ook perfect. Ja! Ik weet niet of jullie weten dat ik het hoor, maar ja dus. Dat was best wel hard. Ik hou van haar. Ik ben Stacy. Dit is Heather. Ik ben Nora. En ik weet wie jullie zijn. De meisjes die hoofdpannen en strikken weer cool maakten. Groot fan. Wacht, lampje. Briljant! We gaan morgen allemaal naar de pop-up haarshop. Willen jullie samen met mij? Haarbanden, hoedjes, strikken. Dat is gewoon logisch, toch? Lijkt me te gek. Oh nee, toch? Zijn we nu een clubje? Ja! Oh, dat is waar ook. Ik heb mijn zusje beloofd om met haar naar de haarshop te gaan. Maar misschien kan ze wel mee en... Ho maar, pauze en stop. Wil je hangen met je kleine zusje? Ja. Dislike. Nora, hangen met ons is hangen met vriendinnen. Hangen met je zusje is gewoon gratis babysitten. Het is oké. Misschien wil ze gewoon geen lid zijn van de trendsetting trio. Oh, echt wel? Op mijn zusje passen kan altijd nog. Voor geld, natuurlijk. Dus is dat een ja? Nee, dat is een ja! Ja! Ik heb slecht nieuws. Ik kan niet naar de pop-up. Ik heb hoofdluis. Hoofdluis? Ik bedoel, heb je erge jeuk? Ik maak me zorgen dat de hoofdluis straks in de pop-up zit. En daarom moeten jullie hier nu weg. En de rest van de dag lekker iets anders gaan doen. En onze strikken dan? Dat komt wel een andere keer. Er popt vast nog wel eens een andere pop-up shop op. Daarom heet ze pop-ups. Ik zie jullie over zo'n 4 tot 6 uur nadat jullie klaar zijn met jullie alternatieve activiteit. Dag, Nora. Ja, we houden van haar. Kom dan maar mee. Sterkte. Bedankt. Ze zijn al weg. Blauw hoedje of oranje hoedje? Allebei. Ja! Yes! Oh, weet je, Nora, we hebben al tijden niet zo pret gehad met iemand anders dan onszelf. Je bent zeker wel blij dat je zusje niet mee is. Uh-oh. Kijk, mami, de strikken liggen daar. Oh. Nora, is dit hoedje nou schattig of super suf? Hé, waar is ze nou? Geen idee, maar volgens mij is dat hoedje van vorig jaar. Eeuw. Chloe, het is zo lief van je dat je hoofdluis riskeert om een strik te kunnen kopen voor jou en Nora. Als ik ook maar één iemand zie krabben, zijn we hier weg. Eigenlijk, Barb, ziet het er best netjes uit. En dus is het zonnekleptijd. Ik ga op zoek naar een superklep voor een super prijsje. Die klep is vreselijk, maar hij klept zo leuk. Die zijn niet speciaal genoeg voor Nora. Hoezo niet, Chloe? Ik wil haar de mooiste strik geven, want zij is de liefste grootzus van de wereld, baby. Oh. Oké, nou, dan zoeken we gewoon verder tot we de perfecte strik hebben gevonden. Daar ben je. Hier, die is voor jou. Die past bij onze ogen, dus als we naast je staan, springen we eruit. Heel mooi, bedankt. Nieuw plan. We gaan naar het winkelcentrum en shoppen daar verder. Is dat vanwege je familie? Maak je geen zorgen om die stumpers. Hoezo stumpers? We zagen ze net en je zusje deed zo van... Ik hou van mijn grote zus, is een kinder baby. Zo doet ze helemaal niet. Nou, was best wel goed. Maar ze had ook ergens anders heen kunnen gaan en ze komt hier speciaal voor mij. Ben je liever met ons of met je lieve kleine zusje? Jullie... Ja! Zijn vreselijk. En dat gejaas van jullie slaat nergens op. Het is yes, met een E. Kijk, Nora is er. Wacht even. Is je hoofdluis weg? Ja, die heb ik uitgeroeid om bij mijn zusje te kunnen zijn. Oh. Dit is mijn strik.